Focus op de stand van zaken. Er is een toename van het aantal gevallen van koorts, braken en diarree. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid informeert de samenleving hierover. We hebben een uitbraak. Er is een public health emergency in Suriname op dit moment. Het betreft een toename van het aantal gevallen van koorts, braken en diarree. Bij kinderen tussen 0 en 5 jaar voornamelijk. Is er een verdubbeling geweest van het aantal reguliere aanmeldingen op de spoedeisende hulp bij het AZP sinds het afgelopen weekend. Dus sinds 7 augustus merken we een toename. Wij hebben in ieder geval, deze melding gaat van de kinderartsen. We hebben zondag, de dag gelijk na het weekend eigenlijk, hebben wij gecommuniceerd met de samenleving dat er mogelijk een uitbraak is die we nog even blijven volgen. Daarin zijn er alvast wat adviezen gegeven dat ouders zeer waakzaam moeten zijn, alert moeten zijn als het gaat om hun kinderen met koorts, braken en diarree. Omdat de kans bij een kind op uitdroging, vanwege het feit dat kinderen braken, ook nog eens diarree hebben en een slechte vochtintake hebben, dat de kans op uitdroging enorm groot is. En als kinderen uitdrogen, dan geraken ze heel snel, komen ze heel snel in grote medische problemen. In shock en andere situaties. Wij willen dit zoveel mogelijk beheersen. En we hebben toch vandaag het bericht gehad vanuit het ziekenhuis dat er grote uitdagingen zijn met de opvang, vanwege de enorme toeloop van ouders met problemen, kinderen met problemen. En er is ook een uitdaging voor wat betreft de opname van de kinderen. We willen situaties voorkomen dat kinderen dagen op de spoedeisende hulp liggen omdat er geen doorstroom is naar de ziekenhuizen. Dus vandaar dat wij vandaag een meeting hebben gehad met de kinderartsen, de ziekenhuizen, de PAHO, het BOG, het ministerie van Volksgezondheid en andere deskundigen om een paar concrete stappen te nemen. Zoals door de deskundigen uiteengezet, lijkt het heel veel op een virale infectie, dus een virus, welke verantwoordelijk is voor dit beeld. En in principe geldt er bij een virale gastroenteritis, zoals we dat kennen, maagdarmontsteking met brakendiarree. Geen medicatie, er is geen medicatie. Wat je wel kan doen, je kan de klacht behandelen. En dat geef je door het braken te stoppen met medicijnen en je moet het kind zo snel als mogelijk weer vocht toedienen, zij het oraal, dus via de mond, of via een infuus. En daar is de focus dus vooral op van deze zaken moeten goed in place zijn, wil je hebben dat escalaties kunnen worden voorkomen. U kent het algemene motto, voorkomen is beter dan genezen. De rol van de eerste lijn is ook besproken. De plek waar een burger terecht komt als eerste is niet die SIH. SIH is ook niet bedoeld, de spoedeisende hulp, dat mensen met allerlei klachten in vroege fase bijvoorbeeld al bij de SIH komen. De eerste plek waar iemand terecht moet is de huisarts. En ik ga een beroep doen. Wij gaan ook vanuit het ministerie communiceren met zowel de regionale gezondheidsdienst, dus de RGD, dat is de grootste eerste lijnsorganisatie in Suriname, en de particuliere huisartsen, om zoveel als mogelijk ook voor ons de eerste plek te zijn waar kinderen met dergelijke klachten of personen met dergelijke klachten, vooralsnog is de focus op kinderen, zo snel als mogelijk opgevangen kunnen worden. Dus de behandeling, de opvang, de voorlichting, de preventiemaatregelen, die kunnen al heel goed en heel snel in die eerste lijn worden gegeven. Dus bij de huisartsen poli. En daar gaan wij dus vooral de focus op doen. We hebben de klacht gehoord dat de bereikbaarheid, en ik ga heel kritisch zijn, de bereikbaarheid van huisartsen, dat er daar zeker op aanmerkingen zijn. Wij gaan een beroep doen, omdat het nood is, omdat er een emergency is, dat alle resources die wij ter beschikking hebben, zoveel als mogelijk ingezet worden. De openingstijden ook van polyklinieken gaan we vragen om een beetje langer open te houden. We werken er nu aan, op dit moment, om de RGD-klinieken, die bekend waren als te zijn de verruimde dienstverlening, dat was Latour, Lelydorp, Geersvleet en Limesgracht, dat wij daar proberen zo snel als mogelijk de openingstijden te verruimen, zodat de ouders met kinderen die dergelijke klachten hebben ook daar naartoe kunnen voor een adequate en professionele opvang. We doen alles eraan, ik kan u garanderen dat wij genoeg
infuusvloeistoffen hebben. We hebben genoeg medicatie om het een en ander te doen. Maar het valt en staat met voorkomen en preventie. Dus we gaan een beroep doen ook op de ouders. Om continu, als u zieke kinderen hebt, 1. Ze niet naar school te sturen. 2. Ze niet naar de crash te sturen. 3. Continu de handen te wassen. 4. We moeten voorkomen dat er contact is tussen kinderen. Dus breng ze niet naar een algemene plaats waar er ook veel kinderen zijn. Het is hoog besmettelijk, dat is duidelijk. Het is een virus, kan heel snel besmetten. Personen besmetten. En we moeten met z'n allen een bijdrage leveren. Dus iedereen heeft een rol. De overheid heeft een rol. Maar ook die burger heeft een rol om heel alert te zijn. Als u van buiten komt, oma, opa of wie dan ook. Een kind gaat bezoeken. Was uw handen. Precies zoals bij COVID-19. We hebben het vanaf het begin gezegd. De lessen van COVID-19 gaan we vaker moeten gebruiken. Want er is een Het is een ongoing proces. De natuur, de evolutie, de natuur, die gaat, is gewoon een ongoing proces. Er zullen virussen komen en gaan. Er zullen epidemieën komen en gaan. Er zullen outbreaks komen en gaan. Dit is een van de outbreaks waar we heel snel moeten zijn. Wat wel geruststellend is naar mij, is dat de kinderartsen zeggen, als de kinderen op tijd en goed worden voorgelegd, de ouders, goed worden voorgelegd, dan kan je heel veel voorkomen. We willen voorkomen dat mensen met levenloze kinderen, met kinderen die in grote shockproblemen zijn, pas gepresenteerd worden. Dus we gaan ons focus ook op voorlichting. Hoe kan je de uitdroging herkennen? Hoe kan je herkennen dat je kind inderdaad dit virus heeft? Wat moet je doen? Wie moet ik bellen? Waar moet ik naartoe? Kan ik gelijk naar de kinderarts? Nee, je moet naar de huisarts. En de huisarts gaat verder adviseren. De huisarts heeft ook een rol. Ik ga niet een kind niet accepteren omdat dat kind diarree heeft, omdat ik bang ben om besmet te raken. Nee, het is mijn werk. Ik moet dat kind zo snel als mogelijk presenteren of behandelen en presenteren aan de kinderarts. Dus al deze afspraken gaan we nu maken. Het is een noodsituatie. Niemand heeft het zien aankomen, maar we moeten. En ik heb er geloof in dat het team welke hier zo aanwezig was. En uiteraard ook mensen buiten. Dat wij de zorg goed gaan organiseren, zodat onze burgers, onze kleine kinderen, zoveel als mogelijk bespaard worden van deze uitbraak. Focus op de stand van zaken.